Geopolitieke ambities van China. China's intentie om de Oeigoerse natie te vernietigen wordt niet alleen gevoed door racisme en verzet tegen religieus en culturele behoud, maar ook door de geopolitieke strategische ambities van de Chinese regering. Het doel van de nieuwe zijderoute of One Belt, One Road is om de economische macht en kapitaalexport van China te gebruiken als hefboom om zijn kernbelang in geostrategische doellanden vorm te geven en om de fascistische vorm van Han-Chinese nationalisme te exporteren. China gelooft dat het deze imperialistische doelen niet kan bereiken zonder een totale Han-nationalistische dominantie in Oost-Turkestan. Omdat Peking beseft dat Oost-Turkestan een gekoloniseerde land is en zich zorgen maakt om het land te verliezen. Ondanks dat er in de recente geschiedenis geen onafhankelijkheidsbeweging in de regio was en de meeste grote opstanden in Oost-Turkestan van de afgelopen jaren eisten gerechtigheid en gelijke behandeling in plaats van onafhankelijkheid. Op basis van deze overtuiging is China gemotiveerd om Oeigoeren en hun identiteit te elimineren. Deze motivatie mag geen excuus zijn voor de intentie van China om het bestaan van de Oeigoeren te vernietigen. Aangezien het concept van genocide ook genocidiale intenties omvat, waarbij wordt vereist dat de genocidiale daden gebaseerd moeten zijn op grond van nationaliteit, raciale afkomst of religieuze overtuiging van de leden van een land.